ga jullie even meenemen in het verhaal van Philips. Richard Langenbrink Groep, we hebben de begeleiding gedaan van een stuk vraagstuk bij Philips. En ik neem jullie even mee hoe Philips vanuit haar eigen vraagstuk op duurzaamheid uiteindelijk ook real estate heeft opgepakt. De verantwoordelijke vanuit duurzaamheid, real estate en ook corporate Philips moest helaas afhaken. Anders had hij naast mij gestaan, dus ik doe een stuk van zijn deel in de sneltreinvaart. Want uiteindelijk gaat het bij Philips hierom. Hoe maak ik nu duurzaamheid meetbaar? Je bent een grote wereldspeler en je doet in allerlei fantastische producten, maar uiteindelijk raakt dat ook real estate. Nou, dat gaan we eens even raken, hoe dat hier gebeurd is. Zij is ook, net als vele anderen, hiermee begonnen in de discussie over wat ga ik doen als multinational op deze aardkloot. En ook deze is bij haar gepasseerd om vanuit dit gedachtegoed eens te vertrekken, jaren geleden. En dat begint dus met deze discussie in het huis bij Philips zelf. En dat heeft opgeleverd over deze as, dat ze uiteindelijk heeft gezegd, ja, wij zien dus met elkaar dat we hier in 2050 zo'n beetje gaan landen met z'n allen. Dat we met heel veel mensen zijn, dat we een hoge kwaliteit van leven willen hebben en dat we echt maar één aardkloot hebben. En rara, wij als Philips zijn daar nou betrokken bij, want we zien dat op het moment dat wij onze producten weten te verstrekken, dat we dan helemaal rechts in deze onderzoeksgrafiek zitten, daar waar iedereen een woest grote footprint heeft. Daar dragen wij nog met onze wasmachines en alles wat we maken nog aan bij. Wij hebben dus daarmee een hele grote opgave om die footprint, die negatieve footprint, naar beneden te krijgen. Kortom, dat was de aanleiding voor Philips om zeg maar een Ecovision programma op te zetten. En in alles wat ze wil bereiken, nadrukkelijk te zeggen, ja, we willen iedereen bedienen van die mooie dingen die we maken, maar dan wel op een manier dat het duurzaam is. Dus laten we daarmee beginnen met onze producten. Dat levert op dat je, als ze dat versimpelen voor hunzelf, dat ze eigenlijk dit in een nutshell opschrijven in drie elementen, gekoppeld aan die grafiek van daarnet, dat je eigenlijk zegt, ja, we willen die welvaart en die health, dat willen we omhoog duwen, want dat vinden we mooi samen met onze producten. Maar die footprint, dus die twee en die drie, die willen we naar beneden. Dus dat betekent dat in ons portfolio energieverbruik, materiaalverbruik naar beneden toe moet. Nou, dit is allemaal over de core business. Dit is allemaal wat ze geraakt heeft in Ecovision, jaren geleden. En dat heeft ze heel langzaam laten door Philips heen. Nou, daar zijn we nog met z'n allen heel ver weg van dat bouwen waar we hier mee bezig zijn. Maar dit heeft gemaakt dat bij het zien van dit soort concepten in het Philips-huis, dat er beweging op gang gekomen is. En op enig moment is ook de discussie, ja, nou, dan doen we dat in ons product, maar hoe doen we dat nou als we het hebben over onze ondersteunende bedrijfsmiddelen en in specifiek geval onze real estate? Want deze kwam langs. Dat hoofdkantoor. Ja, wij met z'n allen als Philips gaan met een Fit to Grow. Frans Nout is daar geestelijk vader van. Daar gaan we mee aan de slag. Dus we gaan als Philips weer een koers kiezen. En daarin is zeg maar ook gekeken naar de hele portefeuille als het gaat over kantoren, links en rechts, over de hele wereld. Kortom, een optimalisatie van de voorraad. En op dat moment was dus de vraag, ja, en wat dan met ons hoofdkantoor? En hoe verhoudt zich dat dan tot de duurzaamheidsbeweging die we voor onszelf in gang hebben gezet? Nou, dat leverde op in wat discussie vanuit zeg maar Philips duurzaamheid corporate gericht, dat ze met real estate zijn gaan praten en met elkaar eigenlijk de verkenning hebben gedaan, hoe doen we dat dan? Conclusie was, we gaan daar niet zelf weer meetsystemen op verzinnen, wat we misschien wel sterker hebben gedaan op het Ecovision programma. Kijken naar onze eigen producten, maar we halen dingen die zeg maar bekend zijn in de markt. Dus men heeft gekozen voor Bream. Daar vond men op dat moment een mooie maatlat in, breed gedragen, breed qua faciliteiten die erin zitten om er naar te kijken, om eigenlijk te starten met de reis om ook het vastgoed, groot onderdeel binnen het Philips domein, om dat ook in beweging te krijgen en ook op de reis te zetten om het te verduurzamen. En dat heeft eigenlijk dit concrete ding opgeleverd. Alle industrie-elementen die zitten wat verpakt in die Ecovision-programma's. Dus dat zijn de plants. En op het moment dat je het zeg maar onder de ondersteunende objecten hebt, nou, ze zijn hier wat gedifferentieerd in flagships en hoofdkantoren en zo, dan heeft men daar ranking op losgelaten. Nieuwbouw en oudbouw, allemaal gericht op de asset. Dus is men begonnen in het denken van een asset. Dus we willen die meetlat loslaten volgens Bream op het asset-deel. Nou, daar heeft ze nog allerlei waardes voor zichzelf afgesproken, waarmee ze binnen
dit geheel meet. Dus ze rapporteert intern op allemaal van dit soort waardes. En daarmee is ze aan het sturen. Dus ze gebruikt Brewium en een aantal dit soort concrete ingrediënten om te sturen. Om daar grip op te krijgen, is bij de vraagstukken waar wij bij gestart zijn, en dat is een stuk van de Hightech Campus, maar in dit geval ook even Amsterdam, hebben we gebruik gemaakt van een instrument dat wij hebben ingebracht, dat noemen we dan LEAF, omdat we daarmee voor elkaar konden krijgen dat we het gebouw langs de lat van Brewium in zijn huidige toestand meten en kunnen voorzien wat zouden we nou maatregelen moeten bedenken die dadelijk gaan bijdragen naar die sterren die je graag wil. Dus vandaar dat we gestart zijn om deze in te zetten, samen met Philips, en te zeggen, nou, we meten hem hier en welke maatregelenpakketten, zonder dat je aan het ontwerpen bent, je bent nog helemaal dat niet aan het doen. Je bent vanuit de visibility ben je aan het kijken, hoe kan ik dat gebouw nou in die meetlat die je graag wil, hoe kan ik die nou verder krijgen? Nou, dit is een combinatie van mensen van de real estate afdeling van Philips en vanuit de groep van corporate duurzaamheid. Dus wat je dan merkt is dat je dus gaandeweg, en ik zal het zo laten zien, dat ook producten inkomen van Philips uiteraard. De essentie is dat we daarmee op dat wat uitkomen. Dus we hebben inderdaad bedacht dat we iets willen vanuit corporate, ook in de real estate omgeving, dat we ook zeggen, nou, we maken daar een maatlat van die er al is, daar maken we gebruik van en vervolgens gaan we in die maatlat gaan we maatregelen treffen die we daadwerkelijk fysiek willen kiezen als Philips, die zichtbaar zijn en onzichtbaar zijn. Nou, dan komen we weer terug bij dit gebouw. Jullie zien het al, bak vol glas. Dus dat was een van de vraagstukken. En dan is dit je vertrekpunt. We hebben hem dus eerst even gemeten in Brewium. Dan zie je dat je op zo'n 46 uitkomt in zo'n meetsysteem. En dat uiteindelijk we hier goede daglicht, maar ja, goede voorziening in de omgeving, slecht ingerichte installaties. Dus kortom. Ons bood het, dat liefje model, het vertrekpunt om met Philips het gesprek aan te gaan, om verder te gaan. Naar de oplossing toe. Daar zaten nog een paar interessante in. Nou, boeiende is dat op het moment dat het project zeg maar, actief werd gesteld, dat het eigenlijk door een stuk strakke reorganisatie bij Philips eigenlijk op duurzaamheid eruit was gevallen. Kortom, we mochten met elkaar wel een project doen, maar het sloot even niet aan op de grotere duurzaamheidsdoelstellingen van Philips. Dus de opgave was nog wel even bij de start van het project om zeg maar weer dat hele stuk wat ik net liet zien er terug in te lussen. Dus dat je met elkaar zegt, ik doe iets als corporate in de vooruitgang maatschappelijk te zijn, maar dat betekent dus ook wel op mijn eigen opgave. Dus dat is een gevoelig puntje voor Philips is dit geweest, maar hij is netjes weer ingekomen. En zo zijn we zeg maar weer netjes aan de gang gegaan. Dus dan zie je dat ook een grote organisatie als Philips om op enig moment even gemist had in haar eigen opgave en een nou, wat debat met elkaar weer netjes op de agenda in heeft gekregen. En wat aan de andere kant staat, die is ook interessant, want ja, er was een huurcontract op dat gebouw en we moesten dus samen met de verhuurder ook het gesprek aan om hem verder te krijgen. Nou, daar zie je dat je even wat gespreks met elkaar nodig hebt, omdat je opnieuw naar de locatie moet kijken. En wie gaat nu investeren? Dat is een hele operationele ding, maar dat is wel vooruitkomen. En ik zie er Philips daarin dat ze daar ongelooflijk veel energie in heeft gestoken om dat voor elkaar te krijgen. En om de verhuurder ook mee te krijgen in de beweging die zij zelf ook wil. Aantoonbaar een stap verder op de reis van verduurzamen. Dat betekent ook dat er nog eentje open staat. Ik kom zo nog even terug. En dat is, ja, maar eigenlijk wil ik naar 4 sterren, maar dat gaat mijn gebouwgrens te over. Maar dan blijf ik toch als Philips er energie in stoppen om te zorgen dat we dat stuk over een langere tijd dan het project, ook binnen gaan halen. Want het draagt bij aan die doelstelling die ik zelf wil. Nou, dit soort analyses zijn gemaakt in de projectomgeving om maar constant, dat is bij Philips heel erg gewend, af te wegen. Ik investeer, wat krijg ik ervoor terug? Wat is de zichtbaarheid ervan? Welk effect heeft het op de zichtbaarheid van dan wel mijn partners, dan wel mijn medewerkers? Dus in alle zeg maar, beslismomenten. Heeft dat gepasseerd. En uiteraard staat hij er heel hard tussen. Waar zitten mijn eigen projecten in deze opgave ertussen? Nou, tot slot nog eventjes, of tot slot, zo'n beetje halverwege in de echte maatregelen, dan zie je dat je hier naar Brewium 3 sterren gaat met een pakket van maatregelen die ik daar heb opgeschreven. En ja, ook een parkeergarage vol met e-pools. En dat is niet alleen maar
omdat dan een medewerker een e-pool kan gebruiken. Maar daar komen in het hoofdkantoor met als een collaboration, dan komen ongelooflijk veel partners. Dus kortom, daar wil men ook de zichtbaarheid aan geven. We gaan die verandering in, dus we maken e-pools. Heel operationeel, maar het werkt wel. En dan deze, die is ook interessant, want je hergebruikt het hoofdkantoor, je gaat met een nieuw werkplekconcept aan de slag en je verdubbelt daadwerkelijk je werkplek-settings. Dus we gaan naar 1200 medewerkers, of 1200 mensen, even, ik moet goed zeggen, mensen die daar zeg maar toebedeeld op zijn, op dit gebouw en daar werken. En er zijn 250 parkeerplaatsen. Nou, dat vinden we altijd lastig in Nederland. Dus nu ga je een aantal slides zien waarmee ik even heel kort laat zien dat ook Philips op die manier heeft opgepakt. Goed, dan ga ik nadenken over mijn parkeerbeleid, omdat ik ook dat wil veranderen. Zo'n project dwingt ook af dat je een verandering krijgt. En zij is dus OV-analyses is zij gaan maken of heeft ze laten maken. Ongelooflijk niet leesbaar dit, maar de essentie is dat dit soort overstapmomenten zijn geïnventariseerd op basis van een populatie van medewerkers. Wat vinden we acceptabel, wat vinden we niet acceptabel? Ergo, een toekomstbeeld van welke medewerkers, ook niet leesbaar dit, maar dit is het toekomstbeeld van de verwachte medewerkers, waar ze vandaan komen, wat ze komen doen. Zodat dat gevoel geeft van, oké, hoe moet ik dan met dat parkeren, hoe wil ik dan met het parkeren omgaan? En uiteindelijk is er dit ontstaan. U krijgt het wel, u krijgt het niet, en zo doen we dat. Dus kortom, ze heeft eigenlijk gegeven wat zij zelf wil veranderen. Heeft zij het project aangegrepen om ook het duurzaamheidsbeleid op het gebied van parkeren om te turnen. Nou, complimenten dat dat in zo'n korte tijd gedaan is. En uiteindelijk heeft het opgeleverd dat daar gewoon 1200 mensen werken. Heel veel partners langskomen om allemaal vraagstukken te doen met elkaar, met Philips. En we gewoon 250 parkeerplaatsen hebben. En dat is het. Nou, wat is er nu nog te doen in zo'n opgave rondom dat fastfood? Dat is een beetje dit beeld. Ja, doorpakken op die 4 sterren. Om dat nog binnen te halen. Buiten, in het buitengebied nog een aantal voorzieningen treffen, vooral ook fietsenstallingen en e-pool voorzieningen. Allemaal gericht om de fysieke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de organisatie en zijn medewerkers. En dan zie je rechts staan nog beheer en gebruik. Dus de gedachte nu is ook, omdat wat het heeft geholpen over het nadenken van duurzaamheid in het assetdeel, om te kijken hoe je in het beheer en het gebruikdeel gebruik maakt van Brium, om daar nog een aantal stappen verder in te doen. Aan de inkoopkant, facilitykant. Nou, die stappen worden nu langzamerhand gemaakt. Als dat tot Brium leidt, eigenlijk niet zo relevant vindt Philip, maar het helpt om met dat soort kaders verder na te denken en verder zaken een stapje de goede kant op te krijgen. Ze ziet het daadwerkelijk als een reis om verder te verduurzamen als organisatie. Nou, dit is haar nieuwe logo. En aan die medewerkerskant gebeuren dus dit soort dingen. Die medewerker die zit niet meer, net als 10 jaar geleden, de hele dag in een vliegtuig, omdat hij naar al die andere collega's moet of andere partners. Nee. Dat kantoor wat we veranderd hebben voor ze, dat maakt ze mogelijk dat ze echt plaatsonafhankelijk kunnen werken. Ze hebben daadwerkelijk goede faciliteiten om fantastische conferenties te doen. En met all over the world, dus het traveling policy, die is echt veranderd. Dat is echt in mijn optiek fantastisch. Je ziet ze nu gewoon niet meer al door in het vliegtuig zitten, maar gewoon digitaal met elkaar overleggen. Ongelooflijk stap voorwaarts voor ze. En je ziet dat in de look and feel van zo'n hoofdkantoor, beelden mogen we er niet van laten zien, maar dat er heel veel onbewuste, nudging noemen we dat dan in een mooi Engels woord, gevoel gegeven wordt aan wat je als Philips aan het doen bent. Van groene wanden tot bekers die je gewoon kan hergebruiken. Het klinkt misschien voor deze groep mensen heel bazaal, maar dus voor Philips zijn dat enorme stappen voorwaarts. En je ziet nu dat er een vliegwieltje ontstaat. Want je ziet hier tussen staan dat dan op Eindhoven, dat is dan even de campuslocatie, dat er nu het initiatief genomen is om tuinen, ik hoorde het vorige week, daarom heb ik het ertussen gezet, groentetuinen te ontwikkelen. Die worden beheerd door medewerkers, die vinden dat fantastisch. En de cateraar die neemt alle groenten en alles neemt die af. En dat wordt geserveerd in de strip, dat is de centrale voorziening daar. En dat hebben de medewerkers zelf bedacht.
Er is ruimte op de campus en zijn dat aan het doen. En ja, dat gebeurt dus gewoon. Dus ik verwacht dat er in Amsterdam ook nog wel wat van dat soort dingen gebeuren. En het begint dus te komen. E-Drive events worden georganiseerd op het hoofdkantoor. Alleen maar om ook de medewerker zeg maar een stap verder te krijgen in wat Philips wil zijn. Een duurzame onderneming die op reis is om het steeds beter te doen. Dit was 1 minuut 36 over even een sneltreinvaart wat er bij Philips gebeurd is. Nou, wat je nu hoort, in 2007 begon als Ecovision programma. En wat je als laatste hoorde is zeg maar een fysieke vertaling in een stuk vastgoedomgeving. Dat wat ons allemaal bezighoudt als onderdeel van Philips Forward. En dat was het hoofdkantoor.